I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? Been holding it in for a while, eh? Take you with me if I can. Been dreaming of this since a child. I'm on top of the world. Goedemorgen, het is Het is middag, we hebben echt tot vanochtend 11:30 uitgeslapen. Ik slaap echt nooit tot 11:30 uit. We waren zo moe en brak. En vandaag is eigenlijk gewoon weer een beetje een werkdag. Gisteren was dat ook al. Eigenlijk een beetje vandaag nu helemaal. Dus vandaag ga ik echt even knallen en mails beantwoorden en video's opnemen en heel veel doen. En nu eerst even de stad in. Ik ben heel blij dat de zon een beetje aan het schijnen is, want het was zo koud in huis. Ik had de verwarming echt overal aan. En ik ben al een beetje kilpijn en een beetje schorrig en zo. Dus ik heb heel veel behoefte aan de zon. Heel veel. Ik heb al mijn spullen hier neergezet. En de afgelopen 2 dagen heb ik tegen Hans gezegd: niks aanraken, niks opruimen. Want ik wil heel graag een shoplog opnemen. Dus vandaag is de dag dat ik heel snel. Ik ga een shoplog opnemen. En dan kan ik ook alles gaan gebruiken. Ik wil bijvoorbeeld vanavond heel graag deze pannen gaan gebruiken en zo. Dus het was een beetje cruciaal dat ik het snel ging opnemen. En als ik het zo bij elkaar zie, dan denk ik: oh, ik heb nog best veel gekocht. Lopenderwijs kocht ik elke keer iets. En de laatste dagen hebben we in één keer heel veel gekocht. Toen dacht ik, nou, het is volgens mij best mee heel veel gekocht hebben. Maar als ik dit allemaal zie, denk ik, oh, het is nog best wat. En dit zijn eigenlijk alleen mijn spullen. Hans' spullen, die lagen hier, dat waren 2 dingetjes. Maar dit is allemaal gemeenschappelijk goed. Pannen zijn gemeenschappelijk goed. Portemonnees, gemeenschappelijk goed. Gemeenschappelijk goed. Oh ja, de lamp. Oh, how could I forget? Ik ga hem snel pakken. En we're bij de pep. Ik ben klaar met het filmpje. En nu mag ik alles gaan opruimen. Yes, eindelijk kan alles een plekje krijgen. Of juist niet, want nu moet ik alles nog echt gaan opruimen. Maar ik ben blij dat ik nu alles echt een beetje kan gaan gebruiken en zo. Mijn stem viel net de hele tijd weg. Nu valt het wel mee, maar ik had echt net de hele tijd stemprobleem. Dat ik niet aan mijn woorden kan komen en zo. Heel erg irritant. Maar goed, ik ga nu alles een beetje opruimen hier en zo. En dan hoop ik dat ik nog genoeg tijd heb om mails te beantwoorden voordat het al kooktijd is. Ik ga voor het eerst weer koken. Echt sinds 3-4 weken. Ik miste het heel erg op vakantie, maar vandaag heb ik er echt geen zin in. Oh, en Charlie denkt echt, maar wanneer krijg ik nou mijn man terug? Hier, it's yours, you can have it. Kom maar. Nou, wacht nou. There you go. Oh, niet onder mijn jurkje. Oh, ik ben zo blij dat jij weer terug bent. Of dat wij weer terug zijn. Oh, giddy. Lekker ding. Ik ga die bulldog ga ik in zijn mand zetten. Ik ben heel benieuwd hoe die reageert. Zal hij het anders zeggen? Kom eens, los. Los, 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 los. Oh. Huh? Wat doe jij nou in mijn mand? Hallo? Oh, die valt gewoon om. Het is gewoon nep. Saai. Oh, de eerste keer koken. En we eten lekker, weet je wel, gezond. We zijn al 3 dagen terug. En de afgelopen 3 dagen... 3 dagen. De afgelopen 3 dagen hebben we alleen nog maar of in restaurants gegeten of in mijn moeder pizza gegeten. Gisteren wilde mijn moeder zelfs weer uit eten. Ik zei, mam, ik wil gewoon een keer thuis eten. Toen maakte ze pizza. We eten boontjes. En het zijn verse boontjes uit mijn tuin. Dat was een hele leuke verrassing toen ik thuis kwam. Toen waren er verse boontjes en een hele familie aan slakken. Toen ben ik heel goed aan het schoonmaken. Maar ik was heel blij om nog zoveel boontjes te vinden. En ik heb nog zo'n bak met boontjes. Dus we eten boontjes vandaag. We hebben een biester. Mijn moeder heeft zo'n koop een koe. Maar dan niet bij koopenkoe.nl. Maar ergens anders heeft ze gedaan. Dus we hebben een verse biefstuk van een koe. En oh ja, we hebben aardappeltjes. Dat zijn niet zo gezonde aardappeltjes. Maar ik had echt geen zin om aardappelen te gaan schillen en zo. En mijn moeder had, dat was heel lief. Ik weet niet of ik dat gevlogd heb. Maar toen ik thuis kwam, had ze heel de... Oh, wat doe ik nou? Toen had ze heel de koelkast gevuld met allemaal lekkere spulletjes. En ze zei ook, ik heb echt gekeken naar de spullen die jij altijd eet en zo. Dat was heel schattig. En ze had dus aardappeltjes gehaald. Deze eet ik al eigenlijk nooit. Maar ik ben nu wel heel blij. Dus ik ga aardappeltjes bakken, boontjes koken en biefstuk pakken. Ik heb er zin in. Echt weer gewoon thuis. Hans zei ook, ik heb zo'n heel lekker thuis te eten.
Je hebt er ook zin in, hè? Ja, lekker biefstuk. Lekker biefstuk. Heel grappig. Ik heb trouwens gekeken. Hij kan echt heel lang op zijn achterpoten lopen. Kom eens, Charlie. Laat eens zien hoe lang je op je achterpoot kan. Laat eens zien hoe lang je op je achterpoot kan. Kijk, en hij kan wel springen. Hup, kom maar. Spring dan. Kom. Ja, kijk, dat bedoel ik. Hij springt zelfs. Oh, het is zo hilarisch. Je bent zo'n stokstaartje. Hier. Ik ben echt zo blij dat ik een olijfspray heb gekocht in Amerika. Ik zag in Amerika dat ze er veel beter verkochten, maar ik wist niet welk merk ik moest pakken. Dus ik heb er maar zomaar één gepakt. Maar hier in Nederland heb ik al heel vaak eentje geprobeerd en de spoten is niet echt goed of zo. Of ze waren niet helemaal zoals ik ze dan zag dat echte koks in Amerika ze gebruikten. Kijk dan hoe goed deze spuit. I will show you. Ik heb net al vet erin gedaan, maar goed. Kijk dan. Heel veel gerichter. Oh, lekker. En ik heb maar één bus. Ik had twee bussen gekocht en ik heb de ene bus aan mijn moeder gegeven. Wauw, deze doet echt super goed. Ik ga even mijn moeder bellen. Waar is mijn moeder? Je wil het best terug. Ja. Oh, voor mijn eerste in mijn pannetje bakken. Zo leuk. Ik ben echt blij hiermee. En het fijne is, ik dacht altijd het handvat heel heet zou worden. Maar dat valt dus nog best wel mee. Hier in ieder geval is het niet heet. Misschien als je heel lang bakt wel. Goed, biefstukje is klaar. Ziet er heel lekker uit. Oh, dit vind ik altijd zo lekker eruit zien als er bloed uit komt lopen. Klinkt heel gross. Klinkt heel creepy. Ik vind het lekker als er bloed uit komt lopen. Tadam. Tadadam, tadadam, tadadam. Tadadam, tadadam. Tadadam, tadadam. Ik vind het zo lekker. Ik heb hem in een mandje te krijgen. Hey, oh, hallo. Is dit ook een plek voor mij? Ja, is dit ook een plek voor jou, kom maar. Oh, dit is echt vies, wel hondenkwel. Wat is het gezellig met z'n drieën? Ja, het is gezellig. Oh, hij doet echt zijn pootje op je, ja. On je nek. Oh, nu zijn we echt weer thuis. Ja, nu zijn we echt weer familietje. Maar je moet iets verder weg filmen. Charlie is een beetje, die snapt het niet helemaal. Ja, dat is schattiger. Oh, wat hebben wij cozy met z'n drieën. Ja, Hans, als we later een kindje hebben, gaan we dan ook in de wieg slapen. Ja. Lijkt me heerlijk. Is het niet al efficiënt als het kindje gewoon bij ons in bed komt? Nee. Oh, nee. Dit mandje, dat is heel grappig, die stond op de hotelkamer. En hij had hem net gekocht en hij zag er zo lekker uit. Ik dacht, Hans, zou ik het heerlijk vinden om aan het slapen. Ik was toen ook heel erg moe hoor, maar... Zie je dat Charlie nu zat is, die denkt nu dat ik ga slapen. Ik ook. Jij bent de enige die het nog leuk vindt. Nee, laat het... Oh, maar dat is los. Zie je wel. En je slaapt van. Aan wie zit mijn haar aan wie zit mijn hier. Aan wie zit mijn haar vast? Kijk. Kijk eens, ik ben dat grappig met Charlie. Daar kwam ik laatst achterhuis vast. Dat Charlie, als je hem optilt aan zijn achterpoot. En nu denk je echt, wat fuck. Optilt aan zijn achterpoot, dan gaat hij zich uittrekken. Kijk, maar doet hij toch altijd al? Nee, maar nu kijk dit. Kijk. Oh, hij gaat ook... Oh, wat schattig. Oh, hij gaat echt zelf doen. Oh, hij is zo cute. Dat is echt een superleuk trucje. Kijk, nog een keer. Zou elke hond dat hebben? Kom eens, nog een keer. Hij maakt er zelfs een geluidje. Ja. Oh, dat is echt zo schattig. En nu wil je maar snel met mama kruipen. Ja, ik ga snel met mama. Dat is echt een leuk trucje. Leuk, kan het ook bij zijn mond, dat is heel gaaf. En dat je hem ook betrekt. Ja. Zullen we dat eens proberen? En laten we nu weer eens dicht. Nee, en ik alleen maar waar besteden. Is bij hem gapen ook aanstekelijk? Charlie. Dat is een leuk spelletje. Hey. Het moment is dan eindelijk daar dat we heel Holland Bakt gaan kijken. We waren op vakantie. Vorige week was gewoon de eerste uitzending, toch? Ja, dat is de eerste uitzending vorige week. Ja. En toen echter mijn broer, heel Holland Bakt is vanavond op tv. Maar door het 9 uur tijdverschil zaten wij toen ergens overdag, ergens in de stad. Dus we konden het helemaal niet kijken. En toen stuurde mijn broer, die stuurde clipjes van het begin van heel Holland Bakt. Dat was echt heel schattig. Dus zelfs heb ik het begin al gezien. En toen had ik al gezien wie erin zaten en zo. Ik ken natuurlijk niemand. Het zijn allemaal onbekende mensen. Maar het is gewoon leuk om te zien. De mensen en zo. En nu gaan we het dan eindelijk echt kijken. En daar heb ik echt heel veel zin in. Dat vinden we zo'n leuk programma.
Dus we hebben het lekker om het nog burgerlijker te maken. Een stokbroodje. En het is wel heel laat al. We doen echt alsof het 9 uur 's avonds is. Maar het is 12 uur. En we hebben worteltjes. En we hebben brie. En we hebben koekjes. En we hebben iced tea. Wat moet doen alsof het bier is. En we hebben Charlie. Oké. Ja, dan weet je dat het geen bier is. En dat was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. We beginnen eindelijk weer een beetje in ons ritme te komen. Dat zie je in deze vlog ook wel. Nou ja, op zich 12 uur om 12 uur 's avonds heel aan de bak kijken. Dat is op zich wel ons ritme, denk ik. Ja, ik denk wel dat je dat ons ritme kan noemen. Maar nu beginnen we weer een beetje normaal. Gewoon 's avonds lekker moe te worden. En 's ochtends lekker wakker te zijn. En het huis begint weer. Het stomme was, Siva had dus het hele huis opgeruimd. Ik wilde zeggen, het huis is opgeruimd. Maar Siva had dus het hele huis opgeruimd voordat we gingen. Echt spik en span. Alles was schoon en alles was opgeruimd. Maar je komt dan thuis met je koffers en je bent helemaal moe en brak natuurlijk. Dus eerst wat je doet, je gaat zitten en je pakt wat drinken. En dan in de dagen daarna gaan die koffers uitgepakt worden. En wat je ook zag, is dat een paar dingen stonden in de woonkamer. Want dat waren spullen voor het filmpje en zo. En er waren kleren en er waren koffers. En die koffers moeten schoongemaakt worden. En echt in no time, het huis was een bende. Echt niet normaal. Nou, dat was eigenlijk binnen een dag, denk ik al. Maar het heeft dus tot nu dat ik dit inspreek, en dat is een week later, die koffers die waren gelukkig vrij snel weg. Maar de troep begint nu een beetje op te lossen en er begint weer een beetje leven in de brouwerij te komen. Charlie begint zich weer thuis te voelen, die is niet meer zo awkward als dat hij de eerste dagen was. We beginnen echt weer een beetje lekker thuis te zijn, we beginnen wel weer een beetje te wennen aan het leven. Maar gek genoeg heeft het dus langer geduurd, het wennen aan het leven, dan toen we naar Ghana gingen 2 jaar geleden. Terwijl dat toch wel meer een cultuurshock was. Maar we waren nu zo verliefd op Amerika dat we er wel weer even moeten wennen dat we er nu niet zijn. Goed, genoeg emotionele onzin. Ik ga afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doeg!